Een week voordat ik de dienst uitging, heb ik dus nog solo in de NF5 gelopen. Ik heb een AVRO's televisie gekregen onder ogen. Ik zag een advertentie dat je gewoon kan vliegen bij de luchtmacht. Ik heb het uitgeknipt, ingevuld en opgestuurd. En ik kreeg een brief thuis dat ik mocht komen keuren. Het was om aan te werken, vond ik echt wel een prettig vliegtuig. Omdat alles, het was toch allemaal wat kleiner als de 104. Hij had geen automatische piloot, dus je bleef vliegen. Hè? Je voelde dat je vlieger was. Dat zag er misschien eerst niet zo naar uit, maar het heeft zich in de praktijk zeer bewezen. Uitermate betrouwbaar, had een goed karakter, was makkelijk te vliegen en toonde een grote inzetbaarheid. De romp van de NF5 bestaat uit drie hoofdsegmenten en heeft een duidelijke ingesnoerde vorm. Een zogenaamde wespentaille of zoals een Coca-Cola flesje. En is vervaardigd van dural, magnesium en titanium. De reden dat men de romp een zogenaamde wespentaille heeft gegeven, is om tijdens de vlucht het toestel minder luchtweerstand zal ondervinden, waardoor het sneller zal gaan vliegen.
Doordat de beide motoren vrij ver naar achteren zijn geplaatst, is 95% van de elektronica in de neussectie ondergebracht. 25% van de romp bestaat ook nog eens uit inspectieluiken ten behoeve van de technische dienst. De onder- en bovenhuid van de vleugel is gemaakt van tapsgefreesd duralplaat en is bevestigd op een honeycombconstructie. Dit maakt de vleugel licht, maar ook bijzonder sterk. Achter de cockpit zijn de internal brandstof tanks geplaatst. Deze hebben een gezamenlijke inhoud van 2266 liter. Aan de platte onderzijde zijn de speedbrakes bevestigd. Dit zijn luchtremmen, oftewel duikremmen, die het toestel enorm kunnen vertragen. Mede dankzij die platte rechte onderkant heeft menige vlieger daar zijn leven aan te danken, omdat het toestel als het ware doorglijdt. Er zijn zelfs NH5's geweest die tijdens zo'n crashlanding weer geheel vliegwaardig zijn opgebouwd. Het fabricageproces, of het project eigenlijk, bestond dus uit een deel van de productie bij Canadair. Maar dat viel onder verantwoording van het liaisonbureau bij het F5-projectbureau van de Canadezen. En dat lag in Ottawa. En dan werden die vliegtuigen dus afgeleverd en ready to go om naar Holland te worden overgevlogen. En daar kwam dus een apart shakedown-team kwam daar om de hoek kijken. En dat zou dan op een praktische basis, praktisch gelegen op de route van Canadair naar Goose Bay, in Bagotville, zou dat komen te liggen. Dat was bij de bouw van het vliegtuig zelf, dat moet je voorstellen, dat was een soort met rails waar die kisten allemaal zo in hingen. En dat waren, ieder vliegtuig was een dok. En als je nou het fuel dock had, daar werkte allemaal lilliputters. En dat was wel grappig was dat. We zeiden, we doen de lilliputters hier, maar we zagen ze alleen maar in dat fueldok. Ja, maar je hebt hier overal van die kleine gaten. En die kereltjes kunnen daar doorkruipen met installeren van de tanks en alle componenten en leidingen die er aan te pas kwamen. Dat was wel gemakkelijk, omdat ze zo klein waren. Konden ze daar fijn en rustig werken. Maar wij vonden het wel grappig dat ze daar speciaal lilliputters voor in dienst hadden genomen. Alleen al daarvoor, voor het fuelsysteem. We moesten dus de vliegtuigen die door Canadair werden afgeleverd, moesten we dan opvangen. Daar moesten we natuurlijk overnameinspecties aan doen. Bij het vliegen dat we daarna deden met de shakedown vlieger, die deed een aantal, in overleg met mij, een aantal checkflights om alle systemen te controleren. En daarmee kregen we dus een indruk van dat het vliegtuig in goede doen was om die sprong via de high flight te maken. Naarmate daar meer vliegtuigen dan bij kwamen, 4 tot 6, dat was een goed getal om dan die high flight te doen. Dan moesten we toch weer terug naar Ottawa en via dat liaisonbureau daar werd het aantal vliegers dat benodigd was werd verzocht te laten overkomen. En van die vliegers bleef er dan weer eentje achter op Bagotville om die shakedown flights te doen. En wij moesten dus voor onze operatie kregen we wat spullen mee, niet te veel. En we moesten wel aanhangen dan aan het squadron van de Canadezen, het 433 squadron. Het 433 squadron was nog in oprichting, maar dat had toch ook de F5, de CF5, iets anders. Maar in ieder geval hadden ze dezelfde gronduitrusting. Ze hadden ook de reservedelen, daar konden we dan wel eens wat van lenen. En daarmee konden we toch de kisten goed verzorgen en de vliegers aan goede kisten helpen als ze naar Nederland moesten. We hadden een cursus gevolgd bij Canadair, dat mocht nog gelukkig.
Daar konden we dan tegelijk met het kernpersoneel van Twente, maar ook het personeel wat daar de school zou gaan vormen. En dus dat Shakedown-team konden gelijktijdig die cursus volgen bij Canadair. Erg primitief, maar daar werden ook al de school testpanels en dat soort dingen gemaakt, de mock-ups. En die konden we dan daarbij tegelijk uitproberen. Dat is goed verlopen. Er miste dan natuurlijk een stukje praktische training bij. De gebrekkige mogelijkheden om op de assemblagelijn van de fabriek zelf wat te bekijken. Maar hands-on training kregen we daar niet. De hands-on training hebben we wel later kunnen laten doen door de techneuten op Cold Lake. Want daar hadden ze een field training unit en daar hadden ze al de F5. En daar konden ze dus aan de lijn en in de werkplaatsen dus meewerken om bekend te worden met het vliegtuig. Het vliegtuig wat bij Canadair gebouwd is, dat werd daar goed gebouwd. Maar men kreeg steeds meer problemen met het verloop van hun werkers. Want de opdrachten aan de fabriek die begonnen redelijk beperkt te worden. Vandaar waarschijnlijk ook dat de Canadese regering er alles aan gelegen lag om de Nederlandse bestelling binnen te halen. En dat was voor Canadair in ieder geval weer een soort opluchting, want ze konden in één keer weer twee keer zoveel vliegtuigen bouwen. En daarna was eigenlijk de orderportefeuille redelijk leeg. De NF5 die werd ingezet als wapen voor de NATO, als bombardementsvliegtuig. Wij hadden dus verschillende mogelijkheden om bommen mee te nemen. Dan hadden we dus brandstof, voldoende brandstof in onze grote tanks, om eventueel over de Oost-Duitse grens te vliegen. En uiteraard onze kanonnen. Onze primaire taak was, als eventueel de ballon opging, dan was dus per squadron waren er dus doelen aangewezen, waar we dus zonder verders alleen maar met een bepaalde opdracht heen konden gaan. En dan praat je dus over doelen als bruggen, kruispunten, vliegvelden. De tweede taak van de NF5 was om de landmacht te hulp te zijn. Dat als er dus een probleem was, dat de landmacht ons op de doelen kon praten. En dat heet een forward air controller. Oftewel, er zit iemand in het gebied en die kan dus de vliegtuigen vanuit het vriendelijk naar het vijandelijk gebied, kan die ons dirigeren naar een bepaald doel. En dat heet dus close air support. De NF5 die nam de tactische taak over van de FAD4F, die dus uitgefaseerd was. Behalve zeg maar, het nucleaire gedeelte. Maar het was eigenlijk bestemd voor close air support in eerste instantie, maar ook het aanvallen van vliegvelden aan de andere kant van het gordijn natuurlijk. Hè. En dat was onze taak eigenlijk. Nou, de bedoeling was dat je met de NF5 de grondtroepen ondersteuning verleende. Dat wil zeggen, als er een grondgevecht plaatsvond, zoals de NAVO die voor ogen had, dan was het de bedoeling dat de F5's gebruikt werden om de grondtroepen te ondersteunen, als om die hulp verzocht werd. En dat was vaak met bommen en raketten over het algemeen. En dat gebied was eigenlijk gepland voor de Noord-Duitse laagvlakte. Dat was eigenlijk het hoofddoel.
En verder hadden wij nog specifiek vanuit de 314 Squadron Eindhoven ondersteuning in Noord-Noorwegen. Ook op dezelfde manier om de Noordflank te kunnen beschermen. Ik had weinig ervaring. Alleen als je achteraf kijkt wat er allemaal op de markt was en wat voor bewapening die konden meeschouwen, dan was het wat magertjes wat wij deden met de NF5. Want met een beetje vliegbereik kon je maar 2 bommen meenemen. Terwijl er vliegtuigen in omloop waren, die konden een veelvoud van de wapenlast die wij konden meeschouwen, konden die meenemen. En dat hield in de praktijk in. Voor hetzelfde resultaat moest je soms wel een heel squadron inzetten. Dus qua effectiviteit weet ik het niet.